Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog voor mij hier op het Tool Tracks. De enige echte natuurlijk. Nou, we zijn op de tweede kermis en die valt een beetje tegen. Ja, die is groot. Wat een armoedzaaie kermis zeg. Nee, ik vind hem een beetje op... Wij zijn toen een keer in Steenbergen geweest. Hoek Voorland. Ja, Steenbergen was ook zo klein, hè. Maar we zijn in ieder geval op de kermis in Delfgouw of zoiets heet het hier, hoor. Delfgouw. En ja, we gaan hier even kijken. Ik zal even een rondje lopen. Nou, daar heb ik eigenlijk al heel de kermis al gefilmd. Hier Casino Royale staat hier ook. Hier staat American Wiper. Die heb ik wel eens vaak op kermis gezien. Nou, hier nog de potsuitertjes. Nou, daar voor de kinderen nog dinges. Nou, hier potsuitertjes. En dan hier al de Holy Grail. Voor de hele snelle review dit. Hier al ja, voor de kinderen. En dan heb je hier nog die grijpkraan heb je hier al. Wat een grote kermis hè. Ja. Echt groot. Nou, dan heb je hier de duckies. Dan weer die American Wiper. Hier de Fear Factory. Dan hier de eentjes. En Casino Royale. En nou, dan hebben we dadelijk het rondje alweer gedaan. Nou jongens, inpakken, wegwezen. Nee. Inpakken, ik heb alles al gefilmd. Ik weet helemaal niet. Ik heb alles al gefilmd. Alleen deze is leuk, de American Wipe. Dat is een beetje dadelijk de enige grote attractie die er staat voor zo'n klein kermis hier. Is dat de enige grote? Dus naar de zomaar gaan. Hoe heet dat plekje nou? Zoetwouderijn. Ja, dat is een grote steeg voor mij. Ja, dat is kleiner als dat. Ja, en hoe heet dat Steenbergen waar we ooit een keer geweest zijn? Dat was ook ongeveer even groot als dit. Maar nee, Steenbergen was echt klein. Hij was net zo groot als deze. Hoek Voorland was groter dan? Ja, Hoek Voorland was de kleinste. Dat was voor mij de kleinste die ik ooit gedaan heb in mijn leven. Dat was echt helemaal niks. Drie keer niks. Oh nee, nee. Klopt. Nee, de kleinste die wij gedaan hebben, dat is in de Hagen. Daar heb ik nog eens een review van. Wist je nog? Er was Joost bij. Toen kwamen wij aan. En toen zijn we, en toen moesten we betaald parkeren. Ja. En toen liepen we naar de kermis toe en er bleek er alleen maar twee kinderdingetjes te staan. Toen zijn we gelijk weer doorgelopen. Staat goed op hoor. Staat goed op hè. Nee, ik weet eigenlijk niet meer, Marco. Jawel, tuurlijk wel. Ben jij dat nog? Ja, nee, luister. Kijk achter mij. Ja? Die eentjes van, is altijd het midden. Dat is gewoon buiten. Ja, dat ik het niet eens lopen. Leggen de prijzen. Nee, dan leggen de prijzen, ja. Hey, nee, maar ik zeg net. Ik zeg, weet jij nog die kermis? Dat er een kermis was in Den Haag. Toen gingen we daarheen. Moesten betaald parkeren. Toen liepen we twee meter naar voren. Liepen we. Toen bleken er maar twee kinderattracties zijn. Toen zijn we gelijk weggegaan. Ja. Hij kan zich niet meer herinneren. Ja, wel. Nee. Ik kan het eigenlijk echt niet meer herinneren. Ja, maar dat was echt, daar was Joost bij. Daar was Joost toen bij. Nou. Springkussen. Ja, maar alleen maar kinderspringkussens. Die zijn we gelijk geboept, zijn we gelijk gesmeerd. Dus, nou. Ja. En dat was echt de allerkleinste die we gehad hebben. En de Hoek Voorland, dat was ook echt een heel kleintje. Nee, dat was de kleinste. Ja, dat was de allerkleinste. Dat stond in Hoek Voorland. Ja, dat wel, maar ja. Dan moet je even op mij in de auto zitten. Ja, want je moest betaald parkeren. Toen zijn we even kijken. Want als je niet dingen is, toen moest je betaald parkeren. En toen zijn we dan rijden door. En toen zijn we gelijk, zijn we weggegaan. Ja, klopt. Zijn we gelijk gesmeerd. Nou, ze hebben wel een schieten. Ja, met twee geweren. Twee geweren, ja. Dat lijkt Hoek Voorland wel. Weet je nog, dat was maar één geweer.
Dat is steeds zo. Ja. Eigenlijk moest hij eens terug moeten kijken. Ja, ja. Zou je die vorig even terug moeten kijken? Nou, dat was... Oh, ze hebben hier ook nog Teddy de Co. Ja. In Berg op Zoom zag je hem ook. Hij was zo slim en nu je Berg op Zoom deze samenvoegen. Ja, nou ja, we zien het wel. Deze gaat in ieder geval niet in première, want deze is zo klein. Ik denk dat ik in totaal 5,5 minuut gefilmd heb. Ja, ik wel. Vijf en een halve minuut. Met het nodige lullen erbij. 5,5 minuut. Klaar. Nou ja, een leuke kermis. Maar niet voor... Ja, het is echt niet voor ons. Zoals de klein man. Kleine kut kermis, man. We gaan lekker naar de Haag. Die is veel groter. Ja, inderdaad. Ook 3 attracties. Nee. Ja, plus... plus van, Zeg dat dan niet in deze vlog. Zit dat dan niet in deze vlog? Nee. Dit was... Vlog nummer 2. Nou, dit was... een hele leuke video. Ja. Vond je het een hele leuke video? Douw het dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Oh, en ik zie jullie allemaal een groete. Zeg maar even op de camera. Kom maar, 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 kom maar. Nee, nou, ze wil niet. Volgende week zaterdag op de televisie. Ja. Dus nou, jongens, ik zou zeggen, jongens, ja. Vonden jullie deze vlog? Ja, normaal zeg ik altijd, vonden jullie deze kermis ook kut? Laat even een duimpje achter. Nee. En ik spreek jullie. Wij gaan gauw naar de Haag, want dit is echt helemaal niks. Drie keer niks. Ja, nou jongens, goed uit het Delfgauw. Hoi. Dag Ricardo. Dag. Rook nou even. Oh ja, ik moet nog even peuken roken, ja. Voordat we weggaan. Ja, dan wordt het maar ja. Doei.